Nou goed, dit is dus de lucht. Het is eigenlijk ontzettend grijs, maar het zal er op de camera uitzien als blauw. Ik moet er maar even bij denken, want onder blauwe lucht doet hij dit soort dingen meestal niet zo vaak. En mocht de camera een beetje willen meewerken, dan zien we zo meteen misschien nog een meteen nog een ja, van dingen staan. Ja, dat onweer wil dus gewoon helemaal niet. Hey onweer, je moeder! Kom dan, jongen! Wat een grote flits, jongen! Ja, nou ja, het regent het haar op, is ook leuk. Nou ja, wat voor het flitste dus gewoon net, hè? Kut onweer. Ja, dit begint er al meer op te lijken. Zo een paar, wat zullen we het noemen? Een paar druppels water. Een paar haarsteentjes. Iets meer brombrom. Dit is een haarsteen dus, hè? Ja, nou ja, we zijn amper een kwartiertje verder. De kat zit te genieten van de ijsbollen die hier en daar nog in het gras liggen. Maakt er meteen een nattigheid van, wat ik niet zo leuk vind. Maar het onweer, ja, dat was het grote spectaculaire onweer alweer. Dus, ik zou zeggen min of meer live verslaggeving van de spectaculaire onweersbui in Gent. Niet aanstellen, je bent al weg. Zo, tot ziens!